De Visio Onderwijsschool in Haren is vanaf vandaag officieel een excellente school. Dat is een predicaat voor scholen die zich duidelijk onderscheiden van andere scholen. De Visio School biedt onderwijs aan kinderen die blind of slechtziend zijn. Het is de enige school in Noord-Nederland die dit doet. Het nieuws werd vandaag extra gevierd. Ja, eerst nog even spelen, toen kwam muziek met allemaal paarden langs. Mensen gingen muziek maken gewoon op instrumenten. Ik ben ongelooflijk trots op alle medewerkers en alle leerlingen dat we met elkaar dit bereikt hebben. Het is voor de ouders van onze leerlingen die vaak geen keuze hebben in schoolsoort. Als je kind slechtziend of blind is en je bent afhankelijk van dit speciale onderwijs, dan is het natuurlijk heel erg mooi dat je je kind naar een excellente school mag laten gaan. Iedereen die krijgt hier op zijn eigen niveau les. Als je iets moeilijk vindt, dan krijg je er extra hulp bij. Ze kunnen hier veel beter helpen dan op het reguliere onderwijs. Hoe merk je dat? De klassen zijn ook maximaal maar 12 leerlingen groot. En vind je het ook een leuke school? Superleuk. Ja, veel vrienden. Het is een aardige juf en alles is hier echt 100%. De school heeft deze erkenning onder andere gekregen omdat ze leerlingen veel zelf laten doen. Dus hoe maak je de leerling zo zelfstandig mogelijk en zo zelfbewust mogelijk om te participeren in de maatschappij? Dus hoe lukt ons dat zo goed mogelijk? Als we iets willen ophalen in een andere klas en iemand kan zelf die vraag niet stellen. Kijk, je kan als begeleider natuurlijk naar een andere klas toe lopen. Maar je kan ook een leerling in een rolstoel meenemen en dat diegene het dan gaat vragen door alleen maar op de knop te drukken. Mag ik de geluidenmicrofoon van jullie? En dan is het toch de leerling die vraag stelt en die ook de spullen meeneemt naar zijn eigen klas. We hebben ook een leerlingenraad op school. Daarmee hebben we onder andere ook speelstellen gekozen voor het nieuwe schoolplein. En inzamelingsacties bedacht. De schoolregels, ja, die beslissen we ook. Er hangen ook allemaal borden nu in de school met schoolregels erop. Wij zien met name de doelgroep heel laag niveau leerlingen. Dus dat zijn leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Zien wij dat onderwijs wel degelijk het perspectief van de leerling vergroot. En als je nagaat dat het een heel groot deel van deze kinderen eigenlijk in de dagbesteding zit en geen onderwijs ontvangt. Dan vinden we het eigenlijk onze taak om te zorgen dat het onderwijs, in ieder geval in Noord-Nederland, een boost krijgt juist voor deze doelgroep.